Tijd om je bij te praten over de financiële zaken die momenteel spelen in Flevoland, maar ook in de rest van Nederland. Ab Flipsen, goedemorgen. Goedemorgen. Waar jij voor vreesde, komt toch uit, hè? Die gemeentelijke lasten die gaan fors stijgen. Kortom, weg met die beloofde koopkrachtstijging. Ja, dat was een beetje de inleiding en het eerste onderwerp van vorige week, hè, waarin we hebben gesproken over de consequenties van alle wet en regelgeving van 2021. En heb ik aangegeven, is een optelsom van kleine verhogingen. Maar mijn grootste zorg zat toen, en die zit zeker nu, in vooral die gemeentelijke belastingen. Hè, de afvalstoffenheffing, de OZB-belasting enzovoort. Nou ja, en nu druppelen de cijfers binnen. Ik weet nog niet exact hoe het eruit gaat zien, maar bij sommige gemeenten weten het al wel. En ja, dan is voor mij de conclusie, die koopkrachtstijging van 1%, wat ik vorige week al aangaf, ik verwacht zelfs een koopkrachtdaling van 1%. Hmm. Ik vrees, als ik kijk even naar mijn eigen gemeente waar ik woon, dat is Lelystad, dat ik dit jaar misschien wel met een koopkrachtdaling te maken krijg van 2-3%. Ja, hoe komt dat dan? Dat heeft te maken met het feit dat natuurlijk de overheid kan natuurlijk best heel veel sturen op belasting en op wet en regelgeving en de beruchte toeslag enzovoort. Dat is allemaal te sturen. Maar wat de centrale overheid, de landelijke overheid niet kan, en dat is helemaal het model waar we voor gekozen hebben, zijn natuurlijk de regionale belastingen. Hè? In dit geval de gemeentelijke belasting, de provinciale belasting, maar vooral die gemeentelijke belastingen. Die gemeenten zijn natuurlijk zelfstandig geworden, vele jaren geleden. Moeten hun eigen boek ophouden. En ja, die moeten gewoon zorgen dat ze hun financiën op orde hebben. Ja, en als daar allerlei tekorten zijn, om allerlei redenen, halen ze dat bij hun bewoners. Ja, zo werkt dat. En we hebben het al meer gezegd in de uitzending, ook tegen elkaar. Als we ergens gaan verhuizen, dan kijken we natuurlijk waar willen we wonen. Een mooi huis, een leuke omgeving, een mooie stad of dorp. Maar wat we nooit doen is, hou je ook rekening mee met de financiële positie van die gemeente waar je heen gaat. Ja. Een van de redenen voor mij om niet naar Amsterdam te verhuizen, los van alles, is gewoon dat die gemeente financieel onder water staat. En dat blijkt ook wel, want als we nu kijken naar de OZB-verhoging dit jaar, dan wordt gesproken over een landelijk gemiddelde van 5,2%. Dat is echt fors. Maar Amsterdam zorgt voor die extreme hoge gemiddelde. Amsterdam, de OZB-tarief in Amsterdam, verhogen met 20%. Zou Amsterdam niet meegeteld worden, dan gaan de verhogingen op de OZB-tarief volgend jaar met 2,9% omhoog. Maar Amsterdam in zijn eentje zorgt dan voor een stijging van 20%. Dus daarmee zie je dat je dus geen controle hebt als overheid en geen beloftes kan doen omdat je geen grip hebt op die gemeentes. Ja, dat klopt. Maar goed, je kan het natuurlijk allemaal van tevoren checken. Dan zou een gemeente bijvoorbeeld nu heel goed voor kunnen staan. Maar dat kan over enkele jaren natuurlijk heel anders zijn. En je gaat niet voor een jaar verhuizen. Hè? Nee, ik weet het. Het is even een voorbeeldje hoe impactvol de plek is waar je woont. En dat realiseren we ons niet. Daar denken we nauwelijks over na. Maar of je nu in de ene gemeente woont in dezelfde huis als in een andere gemeente, dat kan honderden tot duizenden euro's per jaar schelen. Ja. En dat neemt niemand mee in het plaatje. Dat begrijp ik ook allemaal best. Mm-hmm. Maar de boodschap is eigenlijk heel simpel. Waar ik voor vreesde vorige week, dat die gemeentelijke belasting uit de hand loopt, is gewoon nu al bewezen. Hè? Er zijn al onderzoeken geweest hoeveel afvalstoffenheffing omhoog gaat. Ik kijk gewoon even heel persoonlijk van, hey, wat betekent de OZB-tariefverhoging voor mij hier in Lelystad? Ik zie dat Almere met 1,3% omhoog gaat, maar Lelystad met 4,3%. Dus Almere zit onder het landelijk gemiddelde van 2,9%, maar Lelystad op 4,3% en fors boven. Maar per saldo is het eigenlijk heel simpel. De beloofde tientjes die we er per maand deze maand bij gaan krijgen, op basis van je salaris of je uitkering of je pensioen, die gaan wij fors inleveren. Dus eind van het jaar blijkt dus dat niet een paar tientjes omhoog zijn gegaan, maar een paar tientjes per maand omlaag zijn gegaan. Ab, heeft dit ook een beetje te maken met de corona, dat er natuurlijk extra kosten zijn voor de gemeentes? Nog niet echt. Wat ik begrijp tenminste, althans wat ik lees, is dat de gemeente tot nu toe reden de dans op springen. Ze maken wel wat extra kosten, maar ik denk dat vooral wat jij nu zegt, dat die impact, die financiële impact van corona, pas volgend jaar zichtbaar gaat worden. Dit jaar komt dat tot uitvoering. Mm. En dan gaan we volgend jaar denk ik terugzien in de nieuwe tarieven voor 2022. Dus dat gaat zeker zijn effect krijgen. We hebben dat vorige week ook besproken met elkaar. We hebben dat even buiten gelaten, maar corona is nog, wat we nu bespreken is nog exclusief corona. En dat gaan we zeker erbij krijgen.
Ja, ik las van de week op de Telegraaf een bericht over de Nederlandse bank, de DNB. Die heeft namelijk voorgesteld om het eigen huis net zo te belasten als spaargeld. Hè? Dus je huis is, je hebt een hypotheek van 2 ton, je huis is inmiddels 3 ton waard. Dat betekent dat je een ton overwaarde hebt. Ja. En dan moet je dat eigenlijk zien alsof je dat op je spaarrekening hebt staan. En moet je daar vermogensrendementsheffing over gaan betalen, terwijl je dat geld eigenlijk helemaal niet op je rekening hebt staan. Nee, dat zijn de stenen van je huis. Dat zijn de stenen van je huis, dat zit erin. Is dat niet een absurd bericht, Ab? Absurd? Ik denk voor veel mensen wel is het een absurd bericht. Zeker als ze nadenken over de consequenties. Dan moet toch wat de schrik om het hart slaan. Maar het mag geen verrassing heten. Want als je terugkijkt naar de uitzendingen op Omroep Flevoland, dan kan je zelfs jaren en jaren terug waarin dit fenomeen al eerder heb besproken en daar ook voor waarschuwen. Mijn eigen klant waarschuwt al 10 jaar voor dit gebeuren, want het is niet nieuw. Het is al heel lang bekend. Hè. In 2016 kwam het Centraal Planbureau met een rapport, waarin men al aangaf dat de eigen woning naar box 3 moet. Hè. Waarin men ook iets meer met iets andere dingen wil met pensioen. En volgens dat rapport uit 2016 betekent dat wanneer de eigen woning overgaat naar box 3, er wij in koopkracht met 3% achteruit gaan. En nu zien we dus 4 jaar later komt de Nederlandse bank. En als we kijken daarvoor, zijn er meer rapporten verschenen. Dus het lijkt wel of we langzaam klaargestoomd worden op deze grote verhuizing van de eigen woning uit box 1, dat is een beetje fiscaal technisch verhaal, naar box 3. Maar op zich heb jij het heel kort en goed omschreven, Marco. Het effect is heel simpel. Op het moment dat het eigen huis gaat naar box 3, mm-hmm. dan gaat je overwaarde meetellen bij je vermogen. En dan zeg je, ja, maar ik heb helemaal geen vermogen. Nee, dat snap ik wel. Maar op het moment dat je 50.000 euro spaargeld hebt en 20.000 aan aandelen, heb je al 70.000 vermogen. Komt daar die 100.000 bij uit het voorbeeld dat jij noemt, Marco, dan praat je dan over 170.000 vermogen. En dan ga je dus waar moet je dat? Stel nou dat je dus helemaal geen geld hebt op je spaarrekening, maar je hebt alleen maar dat spaargeld dan, hè, volgens de DNB, in die overwaarde zitten. Hoe moet je dan dat geld betalen? Ja, dat is het absoluut. Dat als je het zo bekijkt wat jij zegt, je hebt helemaal geen liquiditeit, en nee. Dat spaargeld niet. Mm-hmm. Maar je hebt wel in één keer een huis van 1 miljoen. Ja. Want vergeet niet, er zijn best wel Nederlanders. Die hebben gewoon een AOW en een klein pensioentje. Maar ja. Zitten met een huis met een overwaarde van 500.000 tot 1 miljoen. Mm-hmm. Dat klinkt een beetje abstract, maar dat is niet zo. Het zijn er heel veel. Ja. Dus kijk naar wat die woningmarkt doet. Dan zou je dus belasting moeten gaan betalen. Ja, hoe men dat gaat oplossen, ik heb geen idee. Maar ik ben geen Hoekstra. Nee, maar ik kan me voorstellen, als je spaargeld hebt, dat daarvan af kan. Hè? Ik bedoel, ja. Dat ja. Lijkt me logisch. Ja, maar je kan niet de banken of de belastingdiensten 3 stenen van je huis geven. Precies, ja. Nee, dat klopt. Ja, of kijk, je zou eigenlijk gewoon, dat is natuurlijk iets wat helemaal niet mag, maar je zou nu, om dit voor te zijn, als je, hè, dit kan best wel zijn dat je hiervan in paniek raakt van dit soort berichten. Dat je denkt, weet je, ik verkoop nu mijn huis, hè, op het hoogtepunt van de markt zo'n beetje, denk ik wel. Dat gok ik wel dat het 2021 het hoogtepunt een beetje zal bereiken in de woningmarkt. En die overwaarde stop ik maar in mijn oude sok. En dan ga ik daar maar mijn boodschapjes van doen en zo. En ik ga huren. Zeker, ja, en ik ga huren. Ja. Dan weet ik zeker dat Maar één ding, als je huis verkoopt, Marco, dan komt er geld vrij. Dat krijg je netjes via de notaris op je rekening gestort. En de Belastingdienst gaat heus wel vragen, waar is die 500.000 euro gebleven, Marco? Ja. Die jij uit de verkoop van je huis hebt. Ja, dat kan dus ook En als niet. Je in oude sok stopt, moet je netjes bij de belastingaangifte opgeven dat je 500.000 thuis hebt liggen in oude sok. Ja. Dus het maakt niet uit waar het geld staat. Jij dient gewoon wettelijk op te geven wat jouw vermogen is, waar dat ook staat. Maar, dus daarmee ontspring je niet de dans. Maar dus eigenlijk ben je als spaarder de klos. Dat is natuurlijk altijd zo. Hè? Ik bedoel, als je je salaris elke maand helemaal tot de laatste cent uitgeeft. Dat kan natuurlijk, daar kun je voor kiezen. Maar je kan ook zeggen, van mijn salaris spaar ik elke maand wat. En op een gegeven moment zit dat boven een bepaalde grens. Dan moet je daar dus weer belasting over gaan betalen. Terwijl het al gebeurd is op het moment dat je je salaris hebt gekregen. Het is bijna niet meer te bevatten. Want Kijk, je weet gewoon, sparen is altijd slim geweest. Daar zijn we mee opgevoed. En daar hoef je niet eens echt oud voor te zijn zoals ik ben. Maar ook jongeren weten gewoon dat sparen iets goed is. Je moet gewoon sparen. Je moet een buffer hebben. En tot zeg maar 4, 5 jaar geleden kreeg je op je spaargeld gewoon rente. Ja. En die rente was meer dan de inflatie. Dus sparen was zinvol. Hè? We kennen niet voor niks het woord rentenieren. Dat is dus gewoon een woord uit de prehistorie. Want sparen kost nu geld. Dat hebben we voldoende bij jullie uitgelegd. Ja. Nu komt daarbij nog het probleem dat op het moment dat je dus een spaarzaam mens bent en je hebt, hè, vooral de ouderen, hebben trouw alles afgelost, hè, want dat was de missie.
Je moest zorgen dat je hypotheek afgelost werd. Die mensen hebben hun hypotheek afgelost, hebben daar misschien wel van krom gelegen en die hebben nu hun huis vrij. Geweldig, lage maandlast. Als nu dat huis naar box 3 gaat, gaan die mensen alsnog belasting betalen. En de buurman die heeft gezegd van ja, maar luister, ik ga helemaal niks aflossen. Ik heb bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek. In jouw voorbeeld van, ik noem maar wat, 200.000 euro. Ik laat die aflossingsvrije hypotheek gewoon staan. Ik betaal maar een rente van 1,5%. Dus wie doet mij wat? Die man, of die persoon in kwestie, die heeft het bij het rechte eind gehad. Maar zijn buurman die spaarzaam is geweest, is de pisang. En dat is wat we dus steeds meer zien. Dat de spaarzame Nederlander wordt aan alle kanten gestript. En degene die schulden houdt of schulden maakt, ja, die zit aan de goede kant. En het klinkt misschien gek, maar in mijn advies geef ik al jaren aan. Denk na als je gaat aflossen. Want als die aflossing betekent dat je enkel maar rente betaalt, en nogmaals 1,5% rente is goed op te brengen, hou dan dat geld in je eigen portemonnee en ga niet aflossen, want je bent echt te klos. En dat komt nu ook uit. Hè? Nogmaals, het is geen donderslag bij heldere hemel, dit rapport van de Nederlandse Bank. Het is al 10 jaar aan de gang, dit proces. Je zou eigenlijk zou je, zit ik ineens te bedenken, als je nu bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet aan zou vragen voor nou, het maximale wat je lenen kan, hè? Dat ga je lekker verbrassen. Daarna verkoop je je huis en betaal je dat krediet af van de overwaarde. Zodat je dat, dan heb je het al uitgegeven. Dan heb je wel wat rente betaald natuurlijk. Maar dan heb je wel profijt gehad van de overwaarde in plaats van dat je daarover gaat betalen. Ja, je hoeft niet eens een doorloop krediet te pakken, Marco. Je kan ook een andere keus maken. Je kan tegenwoordig heel makkelijk kan je op jouw overwaarde van je huis een hypotheek krijgen. Ja, en dan hoef je zelfs niet eens de rente af te lossen. Hè? Oh, ja. De verzilverde hypotheken komen op als paddenstoelen. Ja, dus er zijn allerlei constructies mogelijk om juist weer een schuld op te nemen op je woning. En van dat geld gewoon te genieten. Koop een camper, doe leuke dingen enzovoort. Maar daarvan heb je wel eens gezegd dat natuurlijk uiteindelijk ook een hoop geld kost. Hè? Dat opeten van die overwaarde. De huidige verzilverde hypotheken, zo noem ik ze maar even, ze hebben allerlei namen, kost geen geld meer. Op het moment dat jij nu bij wijze van spreken 100.000 opneemt aan hypotheek, dan hoef je daar nooit iets over te betalen. Oh. Niets. Want de rente die je daarover moet betalen, die incasseert, of dat wil zeggen, die telt de bank op bij die schuld. Ja, En op het moment dat je dan op je 85ste doodgaat, dan zegt de bank heel simpel, nou, u heeft inmiddels een schuld van 130.000 euro. Uw huis wordt verkocht voor 400.000 euro. Dus het verschil is voor ons. Klaar? Oh. Dus, maar weet je, het zit niet in onze mindset om na te denken van, ja, maar ik heb hard gewerkt om af te lossen. En nu in één keer moet ik in mijn hoofd de knop omzetten en geld op gaan nemen om A, ervan te genieten, en B, een buffer te vormen naar de Belastingdienst. Dat zit niet in ons systeem. Nee. En dat is een cultuurverandering, die krijg je er bijna niet uit of niet in. Ik weet niet hoe je het wil noemen, want ik zit in mijn eigen klantenkring. Daar zie ik dat men heus wel adviezen opvolgt van mij, maar dat is schoorvoetend. Hè. Ik heb nog steeds moeite om tegen mensen te zeggen, ga in vredesnaam niet je aflossing van je hypotheek af te lossen. Maar goed, dat moet toch. De wereld is zoveel veranderd, die verandering kunnen heel veel mensen niet aan. Klopt, precies. Professor Dr. Smallhout schreef ooit een boek, Nederland is gek geworden, maar hij heeft gewoon gelijk gekregen. Ja. Alles staat op zijn kop. Het hele samenleving, ook het financiële systeem. Laatste vraag. Precies. Laatste vraag, Ab. Het is een voorstel, hè, van de Nederlandse Bank. Het is niet zo dat het volgende week ingaat. Nee, maar dat werkt altijd in dit land zo. We worden klaargestoomd. Ja. Het zijn rapportjes hier, rapportjes daar. En dan wordt het straks ook in een soort. Dat gaat niet van de ene dag de andere dag. Dat doet men eigenlijk via de kaasschaafmethode. Dan gaat het geleidelijk. Maar één ding, die knop wordt omgezet. En dit is niet meer terug te draaien. De overwaarde van de Nederlandse huishoudens, van de Nederlandse woningeigenaar, is dé melkkoe voor de overheid. Want de ouderen hebben alles afgelost. Vaak, ja. De jongeren moeten aflossen, verplicht. Hè. Ze sluiten tegenwoordig een annuïteithypotheek of een lineaire hypotheek. Die lost dus ook af. Dus als je nou. Als ik nu de baas was van Nederland, ik moest ergens geld vandaan halen, zou ik het halen bij alle huiseigenaren. En dat proces is nu in gang gezet. En dat is lastig om eronder uit te komen. Dan moet je met een slimme constructie komen. Maar je moet wel leren omdenken. Want die overheid is uit op jouw geld. Punt. Ja. Oké, duidelijk. Ab, dankjewel. En ik wens je natuurlijk een heel fijne verjaardag.